samen gestart. Hè? Dus in het kader van Dag van Ondernemer is het eigenlijk de bedoeling dat een politieker kennis maakt met een ondernemer, hè? En wat dat er eigenlijk allemaal speelt op vandaag. Maar misschien, Marie, laat ik jou even aan het woord om jou voor te stellen. En dan, mevrouw Willaert, kan je dat misschien ook kort even doen? Alright, super. Goed. Hallo, mevrouw Willaert. Ik ben Marie. Ik ben founder van MyAdom. En wat doen wij bij MyAdom? We gaan eigenlijk bestaande krukken en rolstoelen gaan pimpen. Niet alleen om ze mooier te maken, maar ook om ze beter en handiger te maken in gebruik. En dat doen we telkens aan de hand van universele add-ons, dat iedereen eigenlijk op zijn eigen kruk en eigen rolstoel kan gaan klikken. Dus ik heb er hier zo wat achter mij staan, zoals dat je ziet. Ja, voilà. Het is... heel kort, ik kan daar straks uiteraard nog wat dieper op ingaan, maar ik ben heel benieuwd ook om uw voorstelling te horen. Ja, dag Marie. Jullie mogen ook gerust zeker Evita zeggen. Hè? Dus ik ben Evita Willaert. Ik heb gemerkt, de buren zijn aan het verbouwen, dat er misschien soms wat geboor of zo te horen gaat zijn. Ik hoop dat dat dankzij de headset niet te erg zal zijn. Maar jullie gaan dat misschien zelfs beter horen dan ik dus, denk ik. Dus ik ben Evita Willaert. Ik ben federaal parlementslid voor Groen. Het is de tweede legislatuur dat ik in het federaal parlement zit. En ik zit daar in de commissie Sociale Zaken. Dus waar ik alles volg rond werk, pensioenen, ook armoedebestrijding. En sinds deze legislatuur ook het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dat zat vroeger in de commissie Economie. Maar dat is nu wel een coherenter pakket geworden in de commissie Sociale Zaken. En ik vind het altijd heel boeiend om op dergelijke initiatieven als deze in te gaan. Om een keer ja, normaal gezien op het terrein te komen. Maar nu is dat op deze manier. Dat is ook heel fijn. Ik ben heel, heel dankbaar ook aan Unizo om het op die manier te laten doorgaan toch. Dus ik heb al eens een kijkje genomen naar MyAdOn. Eerst op jullie website en op Facebook, Instagram. Het leek mij heel leuk. Ook heel ambitieus heb ik gezien. Wat is dat? De 2020-20? Ja, dat mag zeker. En sowieso, en, allee, om eens te horen allee, hoe het nu ook gewoon met jullie gaat. Want het zijn moeilijke tijden. Welke invloed dat jullie daarvan ondervinden, ja, de steunmaatregelen die er zijn, of dat jullie daar gebruik van maken, of wat dat niet nodig is voor jullie, wat dat er kan verbeteren, denk ik op vlak richting de steunmaatregelen, richting relance, maar ook natuurlijk in het algemeen. Hè. Bedoel, we zitten nu in de Vivaldi-regering, regering met volle bevoegdheid, die hopelijk ook na corona andere zaken kan aanpakken dan crisismanagement en dergelijke. En zelfs nu ook al daar, allee, dat is toch wel onze visie dat het belangrijk is dat we niet talmen, dat corona is heel heftig om aan te pakken, maar dat we tegelijkertijd ook andere uitdagingen toch ook al voorbereiden die op ons afkomen. Dus heel nieuwsgierig. Ik ga voor de rest niet te veel praten, want ik wil eigenlijk vooral luisteren naar wat dat jullie doen en ook wat dat jullie bekommernissen zijn, jullie uitdagingen en welke oplossingen dat jullie eventueel zelf zien. Ja, ik zal misschien beginnen met een beetje context te schetsen hoe dat is begonnen. Het is eigenlijk zo, ik ben industrieel ingenieur, ontwerper en opleiding. Nu, op een bepaald moment moest mijn oma, een super fiere dame, moest ze met krukken lopen. En die zag eigenlijk nooit op iets totdat ze met krukken moest lopen. En dan dacht ik, hoe kan dat nu dat die krukken al decennia lang hetzelfde zijn en dat nooit iemand het zijn heeft gedaan? Dus dacht ik, oké, ik ben een toerontwerper, zeg, waarom doe ik dat zelf niet? Dat liep toevallig ook samen met een opdracht van de school, waar we een orthopedisch product moesten gaan ontwikkelen. Hebben we dat gedaan. En ik kwam eigenlijk heel veel goede feedback ook naar de markt toe. Van, hé, dat is wel een gat in de markt, hè, dat ding dat je nu hebt gemaakt. Waarom ga je er niet mee verder? Misschien interessant om even uitleggen wat ik eigenlijk heb gemaakt. Waarmee dat we het bedrijf hebben uit de grond gestampt. Uiteraard zit er nog veel meer achter dan dat. Maar ik weet niet dat je zelf ooit al met krukken hebt gelopen, Evita. Nee, ik heb het geluk gehad in mijn leven, ik ben bijna 40, nog nooit iets gebroken te hebben of zo. Dus nee, helemaal niet. Nee, maar ik weet al waar dat ik moet zijn als ik inderdaad mijn saaie krukken wil pimpen. Het zal ooit wel een keer moeten, denk ik, hè, vrees ik. Dat is hopen van niet, want ik wens het zeker niemand te doen. Maar ter info, Maar wat is er eigenlijk gebeurd? We hebben heel veel mensen gaan ondervragen over het krukgebruik, wat zijn de problemen, naast mijn oma uiteraard. En wat bleek,
Heel veel mensen hebben na 2 dagen met krukken lopen al echt blaren op hun handen. Dus dat is echt wel een heel groot probleem, want daar komt nu eenmaal al je gewicht op. En anderzijds, ik weet niet of dat je gokje durft wagen, maar krukken die vallen zo gemiddeld een 20 à 30 keer per dag op de grond. En ja, als je met een beeninjury zit, dan is dat wel moeilijk om iets te gaan oprapen. Dus hebben we daar iets op gevonden en dat is de maïsleeve. Ik ga even proberen een deel te doen in dit vierkantje, waar we dat recht op doen. Dus, dit is de maïsleeve en in de maïsleeve zit eigenlijk een gelpatch. En die gelpatch die gaat eigenlijk mooi de drukpunten van je handen gaan verdelen. Daar is ook geen zere handen en geen blaren. Anderzijds, tegen van de krukken, wat heb je daarvoor gedaan, hebben ook een magneetje geïntegreerd en die klikken eigenlijk samen. En die kunnen eigenlijk makkelijk ergens tegenleunen, meteen je handen vrij om deuren te openen, of gsm op te nemen, noem maar op. En stel dat er toch een keer eentje valt, hè, dat kan altijd, ik proberen, hopla, voilà. Dan kan je eigenlijk al staande dan je kruk gaan oprapen met een magneet, zonder dat je eigenlijk moet gaan bukken. Zo, dus dat is eigenlijk een heel eenvoudig product. Maar daar is het voor ons wel allemaal begonnen, want we hebben gezien hoe groot eigenlijk die nood is aan dergelijke producten in de zorgsector. Meer en meer is kwaliteit, levenskwaliteit het belangrijkste. Terwijl vroeger de zorgproducten meer wit en grijze dingen, maar ook gewoon het moet praktisch zijn. En comfort was niet altijd een logisch gevolg. Dus daar zitten we wel nu meer en meer op in. Dit is nu een eerste product. Er gaan eigenlijk al heel wat andere producten aan vast die nu in de pipeline zitten. Niet alleen voor krukken, maar ook voor wandelstokken, voor rollators, rolstoelen, noem maar op. Dus daar zijn we mee bezig. En dat brengt mij ook meer naar de 2020-ambitie die je kort zelf al aanhaalde. Ik ga deze ondertussen even naast mij zetten. Voilà. Dus de 2020-ambitie, wat is dat juist? Wel, we willen op 5 jaar tijd graag 20 nieuwe producten op de markt brengen. En dan in 20 verschillende landen. En dat willen we heel graag doen met een team van 20 mensen. Dat is van eigenlijk nu tot 5 jaar tijd. Waar staan we nu? Ja, dus we hebben 2 producten die momenteel in de winkel liggen. Waaronder ook een bedopmaakhulp. Ook weer in dezelfde sector, om dat makkelijker te maken. Maar ook voor mensen zonder beperking. Anderzijds hebben we 3 andere producten in productie en 4 momenteel in ontwikkeling. Dus heel veel werk, maar heel, heel voldoenend werk ook. Dus daar zijn we eigenlijk nu al echt voor op schema. We hebben al bijna 9 à 10 producten dat we eigenlijk al heel concreet hebben. Dus ik vermoed op 5 jaar tijd dat we die ambities zeker wel kunnen halen. We zitten momenteel ook naar het buitenland toe, alleen 8 landen. Waaronder ook nog Frankrijk en Nederland en Scandinavië. Dus we zijn volop bezig aan het groeien als kleine Oost-Vlaamse start-up eigenlijk. Goed. Misschien even terug het woord aan u. Misschien heb je daar al wat opmerkingen over of wat vragen? Ja, nee, super. Hè. Ik moest ook toegeven toen Unizo met jullie naam doorgaf, dat ik eigenlijk echt totaal geen idee had van waar kan ik mij aan verwachten. En toen dat ik dan inderdaad zag... dat jullie die combinatie maken tussen iets dat met de zorg te maken heeft, ook soms met personen met een handicap of mensen die tijdelijk pech hebben om te moeten ondersteuning gebruiken, met dan een businessmodel. Dus ik vond dat heel mooi. Ik dank ook Unizo. Ik denk dat Unizo misschien wel een beetje gekeken heeft van welk vlees hebben we hier in de Kuip ook wel. En alleen omdat ik ook wel iemand ben die... Ja, ik ben daar wel gevoelig aan hoe dat ondernemers op zo'n mooie manier kunnen bijdragen om mensen die het ook echt nodig hebben, het comfortabeler te maken. En ik vind dat een heel mooie, waardevolle filosofie. En ook heel mooi hoe dat je vertelt hoe het ontstaan is. Dat vind ik ook een heel, heel mooi verhaal. En hoe lang zijn jullie nu bezig op dit moment? Want dat had ik niet begrepen. Nee, dat heb ik ook niet verteld. Oké. Okay. We zijn nu een 3-tal jaar bezig. Waarin dat de eerste fase van heel veel marktonderzoek was. Van oké, we hebben wel een idee, maar is er daar wel vraag naar? Dus heel veel onderzoek in binnen- en buitenland. Maar ook contact te leggen in de zorg. Want ik ben ingenieur van opleiding, niet uit de zorg. Dus ik had 0 netwerk daar. Dus dat allemaal stap voor stap gaan opbouwen. Heel veel onderzoek gedaan in het begin. En ook productienetwerken. Heb je ook 0 als je begint als jong ondernemer. Dus de eerste jaren is dat toch wel vooral netwerk uitbouwen dat je doet. En uiteraard ontwikkeling en dergelijke.
En zo stilletjes aan, stap voor stap, zijn we eigenlijk tot onze 2020-ambitie aan het komen. En mag ik eens vragen, Marie, welke partijen heb je eigenlijk allemaal gehad die jou konden helpen daarbij bij de op? Want jij bent gestart, denk ik, als studentondernemer, hè? Ja, klopt, inderdaad. Dus eigenlijk, tijdens mijn master ben ik inderdaad begonnen. Allee, had ik mijn masterproof in deze instantie, maar anderzijds ook ja, my add-on. Maar ik had ook niet echt geld. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb nog een ander bedrijfje opgericht met wat grafisch design, dat ik eigenlijk geld kon gaan verdienen om dat volledig te gaan investeren in my add-on. En ja, op die manier dan begonnen. En dan eigenlijk heel snel in de accelerators beland. Mij echt wel in die netwerken geïntegreerd. Ook het netwerk van Unizo heb ik heel veel aan gehad. Maar ook Solid KBC en dergelijke. Dat zijn echt wel zeer waardevolle organisaties. Ik heb ook meegedaan en dat vond ik heel, heel belangrijk. En de overheid steunt die ook, dus ik vind dat heel goede initiatieven. Er zijn heel wat businessplanwedstrijden eigenlijk, die worden uitgeschreven vanuit deelorganisaties die gesubsidieerd zijn. En ik als ondernemer, als juist afgestudeerde ondernemer, met eigenlijk nog niet te veel kennis van zaken, vond het heel belangrijk om feedback te krijgen. Dus op school ben je gewoon, krijg je continu feedback, soms wat te veel. Maar één keer dat je eruit bent, ja, dan krijg je eigenlijk niet zoveel feedback meer. Dus ik was echt op zoek naar, oké, ben ik goed bezig? Hè? Dus met die wedstrijden krijg je de kans om je businessplan uit te leggen aan echt experts. En die nemen ook echt de tijd om je businessplan door te nemen. En die vallen je dan aan op je zwakste punten. Maar dan weet je zo en dan kun je er iets aan doen. En op die manier, onder andere Busy Day en heel wat andere wedstrijden meegedaan, heb ik enorm veel van opgestoken, ook een mooi netwerk aan kunnen overhouden. En ja, af en toe winnen dan ook een keer de prijs, dat is ook heel fijn. Ik heb zoals studentondernemer van het jaar van Unizo zelf ook gewonnen, toen in 2017. En dat alleen al heeft wel heel, heel veel gedaan. Dus al die organisaties, ja, die zijn er echt wel niet voor niks hoor. Die hebben heel veel betekend voor mijn ondernemingspad. En heb je ook, want ik had daarnet ook een andere call met student-ondernemers. En daar kwam aan bod, hè, dus dat ze ook wel veel gehad hebben aan het statuut student-ondernemer. Om toch een beetje de vrijheid te hebben ook van het onderwijs. Of dat daar toch net iets meer begrip is, dat het niet enkel studies is, maar ook plaats voor te ondernemen. Maar zijn er zaken waar dat je tegen gebotst bent als ofwel student-ondernemer of nu als ondernemer, ik zeg maar iets, de eerste werkgever of bepaalde regelgeving die toch wat moeilijker was? Ja, dat zijn natuurlijk meerdere vragen in de keer. Ja, sorry. Het is geen kritische vraag. Je mag kiezen op wat dat antwoord. Laten we beginnen met het statuut. Ja. Zeer interessant, hè. Mede door de organisatie van Durf Ondernemen van de UGent, die zijn eigenlijk voor de eerste keer komen spreken bij ons ergens in een les. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, eigenlijk ondernemen is ook wel een optie. En ben ik dan eigenlijk met hun gaan spreken en zij hebben mij attent gemaakt op het feit dat dat bestond, dat statuut. En zij bieden eigenlijk nog veel meer aan, een studentenportefeuille, zeg maar, virtueel, om dan eigenlijk gratis te kunnen gaan met boekhouders een keer raad vragen bij de fiscalisten, bij advocaten ook, om een keer gewoon te zien, wat is dat hier allemaal? Maar het statuut zelf biedt je inderdaad ook de vrijheid om als student iets aan te vragen zonder dat je weet, gaat het allemaal wel lukken? Maar je pakt ook niet de grote risico's. Daarboven, heel wat scholen, zeker bij mij ook, hadden er heel veel begrip voor. En dan mag je echt wel examens een keer uitstellen of grote momenten vragen van oké, is dat mogelijk om? Of eventueel zelfs een aantal opdrachten zodanig te shiften dat je onder andere ook voor je eigen bedrijf bezig bent. Maar dat hangt heel, heel hard af van school tot school. En dat heeft voor mij ook wel heel, heel veel betekend. Want dat zorgde ervoor dat ik echt wel de meetings met sales kon blijven doen. Maar ondertussen ook wel nog de lessen kon doen. En niet aan het falen was op school, integendeel. Dus dat was een heel, heel belangrijk statuut. Dat is heel goed dat het er is gekomen. Ik denk dat dat ook wel aan de cijfers te zien nu. Hoeveel studentenondernemers er wel niet zijn. Is mede te danken ook aan dat statuut en de ondersteuning vanuit de scholen zelf. Ja. Voilà. De tweede vraag, wat was dat? Wel, eigenlijk een beetje de uitdagingen waar dat je tegen gelopen bent. Misschien iets waar dat Evita ook van kan leren, van dat kan beter, ofwel voor studentondernemers, of voor nu als ondernemer om te groeien. Wat loopt er goed of wat loopt er minder goed? Dat je een keer graag in discussie zou willen gaan.
Wat dat er voor mij eigenlijk een hele struggle was in het begin. Mijn product is eigenlijk een beetje een medisch product. Zojuist op dat kant momentje van oké, wel of niet. We hebben voor de zekerheid toen beslist, ja, we zullen dat maar wel doen, dan zijn we zeker met alles in orde. Uiteindelijk was dat eigenlijk niet nodig geweest. Maar ja, als ondernemer wil alles goed doen en moet zien dat alles in orde is. Ja, weet je, de wet is de wet, dus je moet daar wel doen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet eenvoudig om te weten te komen hoe in godsnaam moet ik dat product gekeurd krijgen en welke papieren zijn er en aan wat moet ik allemaal voldoen en welke technische documentatie moet ik opmaken. En dat moet je dan opzoeken met FAGG. En dat is wel een hele uitgebreide website. Maar allee, voor mij was dat enorm veel informatie en ik kon daar dan wel naar bellen, maar die zijn heel druk bezet, die hebben gigantisch veel werk. Dus ik heb daar niet zo gigantisch veel informatie uit kunnen halen. Dus ook wel een aantal heel goede contacten dat erbij zitten. Maar ook zij, heel veel werk. En dat maakte het voor mij heel moeilijk om te weten wat ik precies moest doen. En dat als ik specifieke vragen had over de materiovigilantie bijvoorbeeld. Ik weet niet wat die term jullie niet zegt. Maar mij toen dus ook niet. En ik had geen flauw idee wie het wel iets zou zeggen. Het FAG zelf, die weten uiteraard wel, maar je moest wel bij de juiste mensen geraken. En dat gebeurde niet altijd. Dus ik heb daar echt maanden tijd verloren met puur te willen in orde zijn met papieren. En dat was gewoon echt niet handig. Er was niet zo één persoon dat sowieso oppakt en sowieso je kon verder helpen of kon doorverwijzen. Nee, vaak was dat telefoon, probeer een andere keer opnieuw. Ja, bon, goed, je kunt zo blijven proberen. Dus ik heb daar heel, heel hard mee vastgezeten met dat soort dingen. Dat was voor mij de grootste berg. En als start-up is eigenlijk je grootste sterkte, snelheid. Mm. En ik heb daar gigantisch veel snelheid verloren. Ja, als ik soms even wacht met antwoord. Ik ben wat dingen aan het opschrijven ook, om niet te vergeten. En hoe moet ik... Ik zit niet in de commissie Volksgezondheid, dus ik ben niet zo heel erg vertrouwd met de werking van dat agentschap. Maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen, wat dat je vertelt. Ook andere agentschappen, overheidsinstellingen zijn... Ja, het gaat soms traag, dat hoor ik vaak, ook op andere vlakken. Hoe moet ik mij dat voorstellen, dat jullie product, is dat dan ook een product dat dan bij sommige mutualiteiten ook al terugbetaald wordt en zo? Ik veronderstel dat je daar ook onderhandelingen of zo gedaan hebt, of hoe moet ik mij dat... Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar de toegang, want dat heeft natuurlijk ook een effect op de toegankelijkheid van die producten, die niet alleen mooi zijn, maar die ook in de eerste plaats het comfort vergroten. Hè? Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, dus daar was ik ook aan het denken, maar dat was ook wel een vraag waar ik mee zat. En ook naar zo het hele proces van het bedenken, naar dan het effectief het hebben van het product om dan te verkopen. Welke delen daarvan doen jullie zelf? Het bedenken uiteraard. Wat besteden jullie uit? Hoe gaat dat juist in zijn werk? Het productieproces. En ook hoeveel mensen dat er bij jullie dan nu op dit moment te werk gesteld zijn. Ik probeer het mij zo'n beetje allemaal voor te stellen. Hè, hoe jouw dag eruit ziet, Marie bijvoorbeeld. Die van jouw medewerkers. Dat waren zo nog een paar dingen waar ik aan dacht. Alright, zeer goede vragen. Wacht hoor. Dus het risico had je een vraag over eigenlijk, over de terugbetaling en hoe dat we de verkoop daar doen. Laten we daar al een keer mee beginnen. Wij verkopen in België vooral aan de zorgwinkels. Dus dat zijn de mutualiteitswinkels, maar heel wat apothekers en andere zorgwinkels ook. Qua terugbetaling, sowieso als je lid bent van de mutualiteit, krijg je daar wel een bepaalde korting. Maar echt terugbetaling nog niet, tenzij bij bepaalde verzekeringen, hebben we wel al gezien. Dat sommigen dat wel doen. Alles wat te maken heeft met een bepaalde operatie, dat de kosten die relevant zijn daartoe, wordt dan wel een deel terugbetaald. Maar echt bij het RISIF zijn we nog niet gaan aankloppen, omdat ik me er ook heb over geïnformeerd. Maar het is niet zo eenvoudig, heb ik de indruk, om dat zomaar te doen. Laat staan voor een klein productje, en ook een vrij goedkoop product, als je dat vergelijkt met rolstoelen en rollators en dergelijke. Dus... ja, ik had al zoveel tijd verloren met andere dingen. Wou ik daar niet te veel tijd op verliezen? En heb ik dat eigenlijk gewoon overgeslaan? Is dat interessant? Ja, natuurlijk. Dus heb je daar meer concreet info over hoe dat ik dat kan doen? Heel graag. Ook naar onze andere producten toe zal dat interessant zijn. Maar voorlopig werd mij van heel wat mensen die ervaring mee hadden, even nog afgeraden om er mij nu mee bezig te houden.
Dus, maar ja, willen we natuurlijk wel heel graag, want het is wel effectief om mensen te gaan helpen. Dus ik hoop dat we daar wel kans op mogen maken. Nog iets anders dat je vermeldde, ook, misschien even om terug te komen op de vraag van Anne-Sophie. Organisaties die mij enorm hebben gesteund, een daarvan was ook Flyo. Het innovatiecentrum dat nu Team Bedrijfstrajecten heet, ik kan daar alleen maar over stoeven. Die reageren binnen de 24 uur en vaak nog veel sneller. En die begeleiden u zo diepgaand en zo... Of ze verwijzen u door, dat is zo efficiënt. Dus mocht het FIGG genoeg mensen ook hebben om dat te verwezenlijken, ja, dat zou het voor mij dat proces al enorm kunnen versnellen. Dus de manier waarop dat zij daar werken, denk ik wel dat dat inspiratie kan zijn voor heel wat andere organisaties binnen de overheid. Goed, er waren nog een aantal vragen. Hoe het proces juist te werk gaat, van nul naar eindproduct. Dat is een heel, heel leuke vraag. We hebben eigenlijk op onze website een grote knop, waar dat erop staat, ja, meld jouw nood, hè, binnen de context van kruk en rolstoel en dat soort dingen. En daar komt eigenlijk heel vaak wel reactie op. En op die manier ja, hebben wij ook een dure lijstje vol met dingen, met noden, dat onze gebruikers geen oplossing voor vinden. Dus het is echt wel onze bedoeling van niet zomaar dingen uit te vinden die er al zijn, maar echt van echt noden te gaan oplossen. En op die manier kunnen we dat ook effectief doen. Nu, daar stopt het niet mee. Eén keer dat we een nieuw product beginnen, gaan we die mensen ook gaan contacteren, gaan we echt bij hun heel diep gaan die problemen gaan analyseren, met meerdere van die mensen nog. En gaan we ook effectief prototypes gaan maken en gaan we bij die mensen ook terug uitgebreid gaan testen. En opnieuw, komt dat heel waardevolle feedback terug, weer een nieuw prototype, weer. Tot als die mensen eigenlijk volledig akkoord zijn en volledig tevreden zijn met het product. En dan gaan we eigenlijk naar productie. En dan komt er weer wel een testsample, moet weer wel getest worden. En dan de finale batch naar productie toe. Maar op die manier hebben we dan de productie, moeten we dan de assembly gaan doen. En dat besteden we wel uit aan, assemblage organisaties. Binnen België dan ook. Verpakking proberen we zoveel mogelijk ook in België te doen. Eigenlijk alles proberen we in België te doen, maar ja, er zijn niet zo gigantisch veel productiebedrijven meer in België. Dus we beginnen onze zoektocht altijd in België. Maar als het niet lukt, liever dan over de grenzen heen, maar niet te ver. Misschien een voorbeeld daarvan, met het ook wel Partij Groen. Ik denk wel dat dat belangrijk is, dat we sustainability team ook even aankaarten. Het is eigenlijk zo... dat lijkt een heel eenvoudig product, maar dat is eigenlijk heel specifiek. En wij vonden dat niet in België. We vonden dat zelf ook niet in Europa. Maar we moesten wel drie producten hebben. Dus we zijn begonnen in China. Maar we hebben ondertussen wel blijven voortzoeken, omdat we eigenlijk niet oké vonden. En uiteindelijk hebben we nu wel een gevonden, een producent in Duitsland. Daar zijn we heel, heel trots op. Dus onze productie in China is gestopt. We doen nu alles eigenlijk hier van de sleeve in Duitsland. En onze verpakking doen we allemaal in België. En assemblage ook. Dus dat proberen we toch wel zoveel mogelijk op te letten. Hoe meer sustainable dat we kunnen omgaan met dingen, hoe beter. Heel belangrijk, vind ik wel voor ons. Is dat een beetje duidelijk? Want dat is natuurlijk een hele cyclus dat wij doorgaan. Zeker. Zeer duidelijk. En ook mooi dat je die waarden die voor jullie belangrijk zijn, dat je op al die verschillende vlakken, hè, naar zorg, naar comfort, maar ook wat je zegt rond sustainability, dat is heel, heel fijn om te horen. Maar hoeveel mensen werk je nu, die zelf die onder jullie dan vallen? Ik heb begrepen dat jullie ook met twee... Zijn jullie met twee zaakvoersters? Of is dat omdat ik telkens twee mensen zag, dacht ik, op Facebook? Ja, klopt. Nu, zij is eigenlijk momenteel in testfase, zeg maar, om mede co-founder te worden. Maar laat ons zeggen dat we eigenlijk al wel heel tevreden zijn over de samenwerking. Zij is er ondertussen al een tijdje. Dus de bedoeling is dat zij begin 2021 zal instappen in het bedrijf. En naast haar hebben we onlangs ook onze eerste werknemer aangeworven en dat is een designer. Dus het zijn heel spannende tijden. We zijn momenteel ook in een fundingfase om eigenlijk alle nieuwe producten die in productie zijn, zoals ik zei, het zijn er drie in productie, maar er liggen er eigenlijk nog een aantal klaar om er ook stilletjes aan in te gaan. Moeten we allemaal even pre-financieren en dan kunnen we ook gaan verdelen terug in België en buitenland. Maar werknemers toe liever. Op heel ons businessplan, ik zei het 2020, dus 20 werknemers tegen binnen 5 jaar, is ook niet zomaar. Dat zijn niet zomaar getallen van, hey, dat klinkt leuk,
Nee, die 20 producten zijn allemaal uitgeschreven. Die 20 landen hebben we ook allemaal uitgeschreven, onderzoek naar gedaan. En die 20 mensen hebben ook allemaal, weten we perfect welke profielen. En junior of senior weten ook allemaal hoe de, in plan, in uitvoering gaan we nog moeten zien. Maar tot hiertoe zijn we ons plan wel vrij goed aan het volgen. Dus ja, voilà, kijk. Maar echt schit. Allee, dat, ik vind dat dat enorm veelbelovend klinkt. En ook zeker ook voor, als ik dat zie, wat je de voorbije 3 jaar eigenlijk grotendeels op je eentje gedaan hebt. Ja, chapeau. Allee, ook al die plannen die er nu liggen rond die 2020, dat zie ik ook allemaal uit jouw. Dus ik vind dat. En met dan ondersteuning natuurlijk van Flavio, dat je bijvoorbeeld zegt en zo dergelijke. Dus dat is wel, maar ik vind dat wel zeer. Zeer impressionant, om eerlijk te zijn. Chapeau daarvoor. Ik weet niet of er zo nog dingen zijn, nog obstakels die je bent tegengekomen. Ik heb een aantal dingen rond RISIF. Ik zeg het, ik zit niet in volksgezondheid, dus ik ken dat zijdelings, maar ik heb het genoteerd. En zeker ook dingen die ik met mijn collega's kan bespreken. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat niet evident is. En als je van mensen die daar meer van weten, al het signaal gekregen hebt van... op dit moment nog eventjes voortoe zoals dat je bezig bent. Met dan inderdaad de kortingen en sommige verzekeraars die terugbetalen. Denk ik dat dat al heel mooie belangrijke stappen zijn. Ik weet niet wat er nog zaken zijn waaraan dat jij denkt in wetgeving. Dingen die... Of ook, we hebben het eigenlijk nog niet over corona gehad. Ik weet niet of dat op de een of andere manier een invloed heeft... Op jouw bedrijf op dit moment. Dus daar ben ik ook altijd heel nieuwsgierig naar. Ja, corona, hot topic natuurlijk. Uiteraard heeft dat invloed op ons. In de eerste golf zijn er heel wat winkels op toegegaan. De zorgwinkels mochten wel open blijven. Maar van de grotere ketens zijn er toch wel een aantal moeten gesloten worden. Plus was het vaak ook op afspraak. Met andere woorden, mensen lopen niet meer rond in de winkel. Hè. En we hebben niet zo'n product dat iedereen weet, dat product bestaat. Nee. Mensen weten niet dat het bestaat, dus ze vragen er ook niet actief naar. Met andere woorden, het wordt ook niet verkocht dan. Dus die corona heeft echt wel een hele zware impact gehad. Nu, we trekken ons daar recht, we pivoteren dan en we trekken onze plan wel. Daar nu van. Maar het is niet onderschatten. Wij zitten nu nog in een sector dat de meeste winkels open blijven. Maar er zijn andere sectoren dat toch wel nog een pak zwaarder is. En er zijn inderdaad de maatregelen en dat is goed. Maar is het voldoende? Ik weet het niet. Het is een moeilijke ding. En gezondheid, economie, het hangt ook een beetje samen. Ik kan u daar geen eenduidig op antwoord op geven. Voor ons zelf hopen we natuurlijk dat het zo snel mogelijk gedaan is. Als ik zie naar nu heel veel winkels, moeten we nu echt gewoon sluiten. Het is ongelooflijk welke impact dat heeft op mensen, persoonlijk ook. Ik denk inderdaad wel, Unice heeft voorstel gedaan om op afspraak heel wat dingen te gaan doen. Ik denk dat dat het minste is dat we kunnen doen. Anders gaat er echt wel een heel groot probleem komen, denk ik. Veel meer van corona. Ik denk dat het eenvoudig en complex is tegelijkertijd. Er zijn heel grote problemen. De vraag is, hoe pakken we het aan dat het voor zowel economie als gezondheid toch in evenwicht blijft, dat het zo goed mogelijk is. Hè. Hoe staat Marie ten opzichte van funding? Want je bent nu zelf ook met een fundingronde, hè, dat je zegt van ik ga de win-win-lening gebruiken om in een groei te stimuleren. Waarom heb je die keuze gemaakt om het op die manier te doen? Ik weet niet, zijn het de subsidies ook waar dat je voor in aanmerking kwam? Ja. Het is eigenlijk zo, we hebben in eerste instantie een ONO-subsidie, innovatiedossier bij Vlaio, dat goedgekeurd is. Dus dat hebben we. Maar dat is voor natuurlijk de onderzoek en ontwikkeling van nog nieuwe producten. Waarom doen we nu een win-win-lening? Omdat wij ook die andere producten die eigenlijk al klaar waren, in productie gaan brengen. Dus dat om dat te prefinancieren. Waarom kiezen we daarvoor voor een win-win-lening? Om meerdere redenen eigenlijk. We hebben heel wat opties bekeken. Een banklening, dat duurt al heel, heel lang. Plus, je moet serieus wat opmaken voor de bank. En dan nog zijn niet zeker of dat je het gaat hebben of niet. Want banken en start-ups, het is toch nog altijd geen evident verhaal. Dus daarmee willen we ook niet te veel tijd gaan verliezen om daar dan in te steken. We hebben heel onderzoek gedaan. We hebben een stevig businessplan.
Een win-win-lening is ook een lening, dus daar ga je nog geen equity van afstaan. We willen dat op termijn natuurlijk wel doen, om te gaan kijken naar investeerders, en ik dat we op een nog groter kantelmoment zitten. Maar momenteel leek het ons de beste keuze, gezien alle opties, om die win-win-lening te gaan toepassen. We hebben dat ook een paar keer zo wat gepolst, we hebben zo wat interviews gehad ervoor. We hebben zo wel een paar keer gepolst, van een keer aangeven, we zouden eventueel een win-win-lening doen. We hebben daar eigenlijk wel gigantisch veel reacties op gekregen, spontane reacties, dat we niet hadden verwacht. Dus dan wisten we, we hebben eigenlijk wel wat steun, behoorlijk wat steun, uit verwachte en onverwachte hoek. Daar zijn we eigenlijk nu volop mee bezig, met dat vorige week aangekondigd. En we zijn nu volop bezig met die gesprekken met mensen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Dus ik denk in eerste instantie die funding, dat kapitaal gaan ophalen. Om dan effectief heel wat producten op de markt te brengen. Om dan in latere fase nog een keer gaan geld ophalen. Het zijn met leningen, het zijn investeringen. Om eigenlijk internationaal nog veel groter te gaan. Om ook echt zelfs Amerika en dergelijke te gaan betreden. Dus daar zal ook wel nog wat kapitaal voor nodig zijn. Maar ik zei het, we zijn bezig ook met distributeurs in onder andere Frankrijk, Scandinavië. Wij leggen ook altijd onze nieuwe producten voor aan hen. En als zij niet enthousiast zijn aan producten, dan gaan wij ook wel denken, nu in dit geval hebben onze producten een keer afgetoetst bij hen. En zijn zeer enthousiast over alles wat we nu nog in petto hebben. Dus dan zijn we ook zeker dat de producten die we nu gaan prefinancieren, dat dat wel succesvolle producten zullen zijn. Oké, super. En zijn dat allemaal producten die... Ik veronderstel het zijn uiteraard unieke producten, dat weet ik wel. Maar ik veronderstel dat er wel ook andere bedrijven zijn die denkoefeningen gedaan hebben zoals jij. Daar heb ik ook geen zicht op die markt en op eventuele concurrentie. Je spreekt ook over de Verenigde Staten, 20 landen. Ik denk dat je moet daar dan ook wel waarschijnlijk wel een uniek selling proposition hebben om te kunnen groeien en doorbreken. Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar hoe dat ik mij die markt eigenlijk moet voorstellen. En ik bedoel dan inderdaad niet gewoon de krukken en de rolstoelen, maar inderdaad die add-ons of zaken om het comfortabeler te maken. Ik heb in een flit dat gezien even wat met het bed op te maken, maar dat moet ik nog een keer beter bekijken, want daar was ik wel heel nieuwsgierig naar. Dat is nu, zeker omdat ik vandaag ook alle bedden heb afgetrokken thuis, en ik zag dat dan passeren, denk ik op Instagram dat was toen dat ik jullie daar zocht. Dus ik dacht, daar moet ik eens ook een keer een kijkje nemen. Maar dus ik ben wel nieuwsgierig ook naar die markt op zich. Wat ik me daarbij moet voorstellen, naar concurrentie toe, naar andere producten toe. Het is eigenlijk zo, er zijn al deeloplossingen wel uitgevonden geweest, maar eigenlijk nooit in de combinatie zoals dat wij ze doen. En ook altijd met zo nog kleine, ambetante geetjes in die producten. En daarmee hebben we iets gevonden dat eigenlijk direct allesomvattend is en dat die ambetantigheden ook direct wegwerkt, dat er niet meer is. Nu, hoe dat we het werk gaan, ik zei het, je knop op de website. We doen dat niet voor niks, want een product op de markt brengen dat eigenlijk al bestaat, dat is niet onze ambitie, want dan hebben wij niet zo'n grote impact op de maatschappij. Dat willen we net wel hebben. Dus wij gaan er echt voor zorgen dat wij een product gaan uitvinden waar echt nood aan is en dat mensen het ook echt niet vinden. Dus dat zijn weer de producten die we gaan uitvinden. Met andere woorden, dat zorgt er ook voor dat we automatisch geen concurrentie hebben op dat vlak. Dus uiteraard zullen er nog andere soorten producten zijn die er naartoe gaan, maar wij proberen altijd wel nog het beste van die categorie te gaan zijn. Dat is de insteek van in het begin. En daar lijken we tot hiertoe toch wel in te slagen. En dus dat is ook de ambitie op langere termijn. Je stelt daarna ook nog een andere vraag. Het zijn hier veel vragen in één keer. Wat was de tweede vraag? Want het was een interessante vraag. Naast de concurrentie. Wat was het? Ik heb het gehad over het product om de bedden op te maken. Maar ik weet niet of dat juist... Ja. Oké. Nu heb ik er trouwens een andere. Dit is de MySleeve voor rollators. En er trouwens ook zo'n leuke button op. Omdat je ziet heel vaak in woonzorgcentra zo'n hoopje rollators bij elkaar staan. En dan weten mensen eigenlijk niet goed meer wat dat hun eigen rollator is. Dus vandaar hebben we de MySleeve ook voor rollators, omdat er heel wat vraag naar was. Ook weer om kasseitjes en zo wordt opgevangen te schoppen naar het handvat. Dat erin voor. Ik pak hem er hierbij, omdat mijn dikke bed er hier op ligt. Dus daarmee dat ik het zie. Dus mijn My Bedmaker. Daar is de verpakking er hier uit.
Dus dat is eigenlijk het device, zeg maar, de tool, dat je bed makkelijker kan doen opmaken. Dus er zijn er altijd twee. En je zet die eigenlijk aan het hoofdeinde van je matras, van je bed. En met deze voet gaat eigenlijk onder je matras. Ja. Hier dan je hoofdeinde van je bed, zeg maar. En dit klepje kan je eigenlijk mooi uittrekken, zodat je dat eender welke matras daartussen past. En dan kan je dit klepje gewoon omhoog zetten. En zoals je ziet, zit er zo aan een vorm in, waar dat je dan hier je matras kunt insteken. En het trekt eigenlijk een beetje meer naar het dunne deel. En dan zit dat vast. En dan heb je eigenlijk die twee hoekjes. Dus je hebt je dekbed in je overtrek gestoken. Zit hierin, het andere hoekje nog. Dan kan je eigenlijk heel makkelijk je bed gaan dekken. Wauw. En het is geweldig. Eén keer dat gedaan is, ga je dit eigenlijk gewoon toedoen. En dan ga je dat terug naar beneden zetten. En dan zie je dat niet meer. Dus het kan gewoon op dezelfde plaats blijven liggen. Dus wat je ziet, dat is eigenlijk vanuit een insteek van de zorg een beetje. Maar aan de andere kant ook voor eender wie. Omdat we ook weg willen van dat stigmatiserende. Dus we willen producten vanuit het oogpunt van de zorg, maar eigenlijk nog breder voor iedereen. Zodanig dat we dat niet kunnen stigmatiserend maken. Dat is de bedoeling. Super. En ook weer opnieuw een heel mooi uitgangspunt en een mooie waarde dat daaraan gekoppeld wordt. Hè. Allee, ik merk dat toch echt wel een rode draad is door geen Hans jullie verhaal. En ik kan mij ook voorstellen dat wel ook fijn samenwerken is op die manier, maar ook echte gebruikers. Dat ook wel fijn is om te zien hoe dat jullie product ook effectief is. Eén, hoe dat jullie daar samen over nadenken met mensen en opnieuw proberen. Maar ook hoe dat jullie op die manier eigenlijk ook wel echt de mensen kennen die jullie producten gebruiken. Daar is denk ik weinig sprake van vervreemding of zo. Dat is wel denk ik ook heel waardevol als ondernemer om dat te kunnen meemaken ook. Ja. Evita, ik ga dan even een stoute vraag stellen misschien. Of een vraag in de zin van Marie geeft aan dat er op haar website een button staat. Als je input hebt, geef dat maar. Ik weet niet hoe dat bij u of gewoon in het algemeen is. Hoe dan de mensen eigenlijk bepaalde zaken waar dan ze mee spelen kunnen doorgeven. Dat kan op ongelooflijk veel manieren, maar eigenlijk is dat wel een goed idee, zo'n button. Alleen, ik denk, een website van de politieker is niet zoiets dat ongelooflijk veel gefrequenteerd wordt. Wij zitten denk ik meer op sociale media. Ik heb natuurlijk mijn website, maar dat is bijna meer een website waar ik af en toe een keer iets opzet, maar omdat mensen toevallig er misschien een keer op uitkomen door te klikken. Via mail. Ik denk dat wij zeer laagdrempelig te bereiken zijn via mail. Ik krijg ook voortdurend mails. Er zijn heel wat zaken die mij gesignaleerd worden, waarvan ik zeg van oké, dat is een heel interessante vraag om aan de minister te stellen. En die dan gewoon echt eindigen in een vraag. We hebben nu ook een heel goed digitaal platform, waarbij dat ik ook telkens dan kan aanduiden van ik koppel dat ook mooi terug naar de persoon die mij die vraag gesteld heeft. Dus dat is dan op dat niveau, maar dat gaat ook over. Ja, soms komen heel wat verschillende mensen met dezelfde problemen tot bij jou. En dan begin je na te denken over voorstellen die je zou kunnen doen. Te kijken van wat mankeert er. Want uiteindelijk zijn we er om de regering te controleren, maar ook om zelf voorstellen te doen. Dus wat mankeert er in de wet? Op welke hindernissen stoten mensen? Maar ik ben ook, ik merk dat mensen, ik heb een Facebookpagina waar dat ook mensen vlot de weg naartoe vinden. Mijn Instagram-account, die is zo wat. Ik vind Instagram zelf een heel leuk medium, dus daar is dat een beetje zo Evita voor en achter de schermen, bij wijze van spreken. Maar ook als er daar mensen mee contacteren. En soms zelfs een keer een privébericht via Twitter. Dat is voor ons wel heel belangrijk. Allee, zowel ook voor de partij. Ik denk dat we hebben natuurlijk ook wel een grotere publiekswerking. Het voor ons heel belangrijk is dat mensen tenminste een antwoord krijgen. Ik merk dat dat ook enorm geapprecieerd wordt als je dat doet. Maar ik vind dat gewoon ook. Allee, voor mij is dat een evidentie dat dat fijn is, omdat dat natuurlijk ook onze voeding is. Zoals ook gesprekken als deze, maar ook de verhalen van mensen, van werknemers, van ondernemers, van ambtenaren, van iedereen. Dus mijn knop is een beetje all over the place. Maar ik denk wel dat ik redelijk makkelijk te benaderen ben. Dat ik dat wel ik vind dat heel waardevol. Zeer belangrijk. En
Heb jij ook een soort van plan 2020 of iets anders in de toekomst? Als ik dat dan ook zou kunnen doortrekken, die vraag. Wel, ja, natuurlijk, wat dat heel boeiend was voor ons het voorbije anderhalf jaar en de voorbije maanden, is natuurlijk het feit dat wij eigenlijk van in het begin federaal wel zeker iets hadden van als wij kunnen meewerken in een regering, dan willen wij dat heel graag doen. Ik denk dat dat normaal is. Elke politieke partij wil wegen op het beleid. En de beste manier om dat te doen is natuurlijk om zelf ook aan de knoppen te zitten. Hier in Gent zitten we nu al de tweede legislatuur. Dus ik ben van Gent, maar dat zullen jullie wel al gehoord hebben. Het is heel fijn om te zien hoe dat je zelf echt gewoon dingen in gang kan steken, dingen kan veranderen, kan ingrijpen in het leven van mensen. Dus ik denk impact hebben, ja, dat is wat een politieker wil. Dus in die zin hebben wij eigenlijk de voorbije maanden, eigenlijk van in het begin al, hebben wij ongelooflijk veel onderhandelingsfiches geschreven. En hebben wij de onderhandelingen gedaan in Vivaldi. Dus ik denk dat dat in de eerste plaats natuurlijk het uitvoeren van dat regeerakkoord, dat een beetje onze 2020 is, maar dan ja. Allee, van het Hanse team. Specifiek voor zo ondernemers en dat duurzame, of dat, allee, het duurzame in de zorg, ja, en de ecologie. Wat dat voor mij heel belangrijk is, omdat ik die vraag ook voortdurend krijg, is als we iets doen voor één groep, dat we het voor iedereen moeten doen. Ik heb me heel hard bezig gehouden met work-life balance. En ik weet uit de cijfers, want dat is vaak iets waar men dan aan denkt aan werknemers, maar eigenlijk zijn mensen die een eigen bedrijf hebben die veel moeilijkere work-life balance vaak dan mensen die werknemer zijn of ambtenaar zijn. We zien dat ook gewoon aan objectief onderzoek, aan bevragingen. De cijfers zijn slechter. Dus als we daar voorstellen doen, vind ik het heel belangrijk om ook altijd... Ja, die drie statuten die er nu zijn, om iedereen mee te nemen. Hè. Hetzelfde is nu rond heel recent het optrekken van het geboorteverlof. Mm-hmm. Dan krijg ik ook onmiddellijk de vraag van ja, ook voor de zelfstandigen. Ik zeg ja, nu kunnen we eigenlijk ook gewoon onmiddellijk in één beweging zeggen ja, ook voor de zelfstandigen, ook voor de ambtenaren. Want vorige legislatuur, vorige verandering dat er gebeurd is, was dat meestal eerst de werknemers en dan de minister van die het sociaal statuut van de zelfstandigen onder zich had, die dan de volgende stap zetten en soms wel minder voor zelfstandigen dan voor werknemers. Dus dat is iets dat ik heel belangrijk vind, dat we dat gewoon telkens in één keer meenemen in die denkoefening. Ik denk dat is gewoon een kwestie van rechtvaardigheid. Maar zeker ook voor ondernemers, vanuit juist het feit dat die work-life balance ook veel moeilijker is bij hen. En dat is natuurlijk ook vaak een andere manier dan om daar een antwoord op te geven. Maar wel vanuit diezelfde filosofie, dat die statuten voor ons eigenlijk ja, gelijk zijn en op termijn idealiter ook naar elkaar toe groeien. Waarbij dat we ook, ik denk bijvoorbeeld ook in, vanmorgen hadden we het debat rond pensioen, waar nu alle beleidsnota's deze weken besproken worden. En ook daar zie je bijvoorbeeld dat mensen die jong zijn, als ondernemer beginnen, een tijdje in het buitenland gaan werken, terugkeren, werknemer worden, eventueel nog ambtenaar. En dat je dus allemaal, maar dat je dan bijvoorbeeld ziet dat een enorme invloed heeft op het pensioen dat mensen opbouwen, omdat er telkens te weinig in dit, te weinig in dat. Problematieken, heel basic van vakantiedagen die anders zijn. Dus zo, al die hindernissen en drempels die er zijn, dat is toch ook wel, denk ik, heel belangrijk om gewoon vlotter te maken voor mensen om van het ene in het andere te kunnen overstappen. Dat mandje op een deftige manier. Het is deftig. Mensen hebben bijdrages betaald in al die statuten waar ze in zaten. Maar dan moeten ze op het einde van de rit natuurlijk ook op een vlotte manier kunnen toegang hebben tot hun rechten. En op een manier die hedendaags is, die past bij hoe dat carrières vandaag de dag zijn. Veel mensen beginnen zelden bij dezelfde werknemer als waar ze eindigen. Mensen switchen van statuten. En dat is denk ik wel heel belangrijk dat we daar veel meer een eigen tijds antwoord op geven. Ik denk ook administratieve vereenvoudiging, wat dat je zelf ook zei, dienstverlening. We hebben nu zelf met Groen ook de minister voor ambtenarenzaken, overheidsbedrijven. Ik weet dat Petra de Sutter ook heel belangrijk vindt dat de dienstverlening van de overheid, dat die modern is, dat die op punt staat. En ik denk dat daar nog heel veel werk aan de winkel is. Ja. Dus dat zijn zo'n aantal specifieke zaken. Op dit moment. Ik ging daarop intikken.
van Marita, ze aangaf van Vlaams Agentschap Innoveren Ondernemen. Ik kan dat zeker beamen. Hè, als coach voor ondernemers verwijs ik ook heel sterk naar die site door. En ik denk ook dat, zoals dat Marie voorstelt, dat dat wel een organisatie is waar dat anderen misschien een voorbeeld kunnen aannemen. Ik heb ook vaak het gevoel dat die heel toegankelijk zijn. Ook de subsidiedatabank die erop staat. Ik verwijs daarnaar door en ik zeg dan al lachend van, ondanks dat het van de staat is, is het geüpdate sinds vorige week. Allee, dus je ziet dat dat wel leeft. Dus ik denk dat dat inderdaad een heel goed platform is voor de ondernemers. Ja. Maar ik was je aan het onderbreken, excuseer. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ja. Nee. Ik kan blijven doorpraten. Hè? Als ik niet onderbroken word, is dat beter van dat juist wel te doen, denk ik. Kom je zelf uit een ondernemersfamilie of heb je veel ondernemers rondom u? Ik ben de dochter van iemand die altijd in het onderwijs gestaan heeft. Dus een ambtenaar. Ja. Mijn mama was een huismoeder. Maar ik merk wel, vooral in mijn omgeving, ik doe mezelf nog altijd een jong iemand. Alhoewel dat ik soms begin te beseffen dat misschien niet meer zo hard het geval is. Maar veel mensen in mijn omgeving die toch ook wel de sprong wagen. En ook, ik vind het heel herkenbaar, Marie, om ook vaak mensen die dat vanuit ook een bepaalde waardepatroon doen. Dat merk ik ook wel. En dan ook de specifieke problemen waar ze mee geconfronteerd worden. Omdat er, zoals over alle mensen en bevolkingsgroepen en dergelijke, bestaan er clichés. Bestaan er ook over de ondernemersclichés, over zelfstandige clichés. En ik merk gewoon, als je met mensen van vlees en bloed praat, dat vaak gewoon vaak onzin is. Hè? Dat er heel veel unieke verhalen zijn. En de zoektocht van mensen om op basis van die waarden en een product of iets waar ze mee zitten, dan ook de juiste ondersteuning te krijgen. Ook problemen rond wetgeving die gesignaleerd worden. Maar ik ga ook altijd gretig in op initiatieven als deze, ook van de andere werkgeversorganisaties. Ik vind de VOCA zomerstages en dergelijke, dat is voor mij altijd enorm boeiend, want ik kom inderdaad niet uit zo'n ondernemersnest. Ik zeg het ook, het is voor mij ook nieuw sinds deze legislatuur om ook meer rond zelfstandigen te werken. Ik heb een heel goede ecolo-collega die daar wel de vorige legislatuur ook al veel meer mee bezig was. En aangezien dat wij één fractie zijn, we ook altijd in duo werken, heb ik ook al heel veel van hem opgestoken. Gilles van den Burre, die nu ook de fractieleider is voor ecolo in de Kamer. Voor mij is het ook nog learning by doing en leren door mensen te ontmoeten. We hebben nu ook heel recent nog maar de steunmaatregelen die we gisteren in de plenair goedgekeurd hebben, ook voor de horeca, voor andere sectoren die getroffen zijn. Mm-hmm. Dus dat is, voor mij is dat de voorbije maanden, jaren ook een beetje een nieuwe wereld die is opengegaan. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk om samen met mensen over echte problemen te praten en ook samen met mensen naar oplossingen te zoeken. Dus in die zin, ik heb ook al met collega's van jou, Anne-Sophie, samengezeten, nog niet zo lang geleden, over het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen. En ook daar die link gemaakt voor als we zelf initiatieven hebben om die bij jullie af te toetsen. En ook om zelf de lijnen kort te houden, ook van jullie naar ons toe. Ik denk dat belangrijk is. Heel waardevol. Ja. Oké. Ik zie dat bijna tijd is om af te ronden. Hè? Maar misschien zijn er nog, hebben jullie elk nog een vraag of een uitdaging of een voorstel naar elkaar toe? Iets waar je zegt van, dat is misschien wel iets als politieker of als ondernemer om mee rekening te houden? Ik heb er nog één. Misschien een uitdaging of een vraag. Misschien zijn jullie daar al mee bezig. Ik hoop het alvast. Even terug naar de coronacrisis waar we toch allemaal in zitten momenteel. Ik zie heel veel mensen die dus nu niet naar de Vlaamse of de Belgische winkels kunnen gaan. In andere woorden, wat doen zij? Ze gaan online en ze gaan naar de bol.com en de Bol.blue en de Amazon. Maar dat is niet Belgisch. Als ik iets moet hebben en ik kan er niet zo omgaan in de winkel, ga ik misschien wel een keer zoeken op die websites, maar ik ga proberen om die daar toch niet te kopen. Maar vooral te gaan kijken, wat zijn hier nu de Belgische ondernemingen die het ook aanbieden? En ik ondervind dat ik een van de weinigen ben die echt de moeite doet
om in België aan te kopen. Mm-hmm. Nu, het verwondert mij misschien ook niet langs de andere kant, want er zijn heel weinig sensibiliseringscampagnes van hey, we zitten in een crisis, België heeft het moeilijk en zal het ook moeilijk hebben om er terug uit te komen, economisch gezien. Hoe kunnen we dit doen als we allemaal samen zoveel mogelijk Belgisch kopen? Unizo is daar al sterk mee bezig, maar vanuit de overheid zelf heb ik nog niet zo gigantisch veel actie gezien van hey, mensen, besef dat als je koopt op die buitenlandse websites, ja, dat dat eigenlijk een beetje de Belgische economie toch verre van vooruit helpt. Dus hebben jullie daar een plan voor? Of is er daar iets voor opgesteld dat je de Belgische ondernemers een hart onder de riem steekt? Niet alleen met maatregelen voor de ondernemers zelf, maar ook gewoon sensibilisering naar de hoeveelheid mensen toe. Ja, ik denk dat dat een enorm waardevolle suggestie is. Het is ook iets wat wij ja, bij Groen, dat zal u niet verbazen. Het is ook vandaag ook net, hebben wij ook een visual gemaakt van op de dag van de ondernemer van Koop ook online, lokaal. Ik neem het alleszins mee dat dat... het voortaan van niet enkel, want natuurlijk moeten we ook gaan kijken van ja, e-commerce, wat zijn daar de drempels in België? Daar kan je ook wel heel wat over zeggen. Voor ons is het, voor mij dan heel persoonlijk, is het ook wel belangrijk dat we daar alle evenwichten wel blijven respecteren. Hè, in de zin van, ik weet niet hoe dat de klant er naar kijkt, dat als ik een product bestel, is dat niet nodig voor mij dat er in het midden van de nacht iemand ergens dat uit de rek haalt en klaarmaakt. Sommige producten heb je dringend nodig, anderen, ja, als je nu al begint te kerstshoppen, dat moet niet per se morgen hier zijn. Dus dat we daar, en ik denk dat debat toch ook wel belangrijk is, naar arbeidsomstandigheden toe, waarbij dat ik weet dat wij in België ja, wat strikter zijn dan soms onze omringende landen en op die manier dingen mislopen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, om dat heel goed in kaart te brengen en daar te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat denk ik bedrijven nog die switch maken, die sommige bedrijven hebben dat nu gewoon moeten doen omwille van corona. En hebben daar ook ondersteuning in nodig gehad. Bijvoorbeeld Stad Gent heeft ook ondernemers ondersteund om te kunnen online te beginnen werken. Maar dat we tegelijkertijd ook moeten kijken van welke drempels kunnen eruit om dingen ook echt hier te houden. Maar rekening houdend met goede arbeidsomstandigheden, rekening houdend met het feit dat blijkt dat nachtwerk, dat we daar moeten compenseren naar gezondheid toe en dergelijke van die dingen, dat blijft voor ons natuurlijk ook heel belangrijk. Maar jouw vraag gaat ook puur over die sensibilisering. Ik denk dat dat inderdaad een goede campagne daar rond. Wij doen dat nu zelf op onze eigen kanalen van Groen, maar vanuit de federale overheid in deze tijden. Ik denk dat dat een heel, heel waardevol en belangrijk suggestie is, zeker met de pakjes. Die binnenkort van Sinterklaas, dat zullen we waarschijnlijk al niet meer halen, maar onder de kerstboom zullen liggen. Je merkt inderdaad wel dat dat iets is van de laatste tijd, dat toch meer en meer mensen zich er bewust van worden. Maar de vraag is inderdaad, zoals je zegt, van op het moment dat ze zitten te klikken en de bankkaart bovenhalen, of dat men dan kijkt van het komt van bol.com of het is echt van de lokale winkel die even goede service aanbiedt. Ik denk dat daar inderdaad nog veel, veel werk en veel mogelijkheden zijn. Maar ik denk wel dat er een potentieel is in België. Voor mensen om daar gevoelig voor te zijn. Zeker ook omdat er... Ja, ik weet het. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen, meerwaardezoekers, je hebt die wel. Hè. Je merkt bijvoorbeeld dat in Wallonië, meer nog dan in Vlaanderen, dat is nu een heel ander onderwerp, een heel andere sector, maar dat heel wat boeren echt omgeschakeld zijn naar biolandbouw, omdat er wel mensen zijn die meer willen betalen ook voor die producten waar dat die waarde achter zit, waar dat die gezondheid belangrijk is. Dus ik denk dat als we daar ook kunnen op inspelen, op ja, de klant die waarden ook wel belangrijk vindt. Voor wie dat dan nu al is en dat we dat kunnen aanwakkeren bij mensen die daar eigenlijk nog niet bij stilstaan, zoals dat je zegt. Dus ik heb het genoteerd, ik neem het mee. Ik denk ook, voor beide dan, dat goed aangekaart is, dat de combinatie is van sensibilisering van de klant, maar dat we natuurlijk ook niet alle hoop mogen bij die klant leggen, want er zijn er uiteraard altijd die gewoon voor de prijs kiezen.
Ik zei dat ook tegen mijn ondernemers, dat wil je dan die klanten, maar anderzijds is het natuurlijk ook belangrijk dat de bedrijven inderdaad de juiste ondersteuning krijgen, dat ze ten opzichte van internationaal, dat ons voordeel er nog altijd blijft en dat we inderdaad de bedrijven ondersteunen, zodat, zoals dat zegt Marie, dat je kunt groeien wanneer dat je wilt, dat je niet tegengehouden wordt door bepaalde regels die iets loger gaan of zo. Ja. Oké. Okay. Evita, heb jij nog een vraag naar Marie? Of een, Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar de andere producten, die natuurlijk nog top secret zijn, dat versta ik wel. Maar ik ga dat wel in de gaten houden. Ja. We hebben nu het contact gelegd. Ik volg jullie nu ook. Dus als er iemand de pech heeft van iets nodig te hebben, alhoewel dat je niet altijd pech moet hebben, hè, want een bed opmaken is voor iedereen lastig en eindigt soms wel eens in een echtelijke ruzie en dergelijke, dan ga ik zeker niet aarzelen om jullie ook kenbaar te maken bij die mensen. Maar dus ik ben nieuwsgierig naar wat jullie nog allemaal in petto hebben de komende jaren. Het is veelbelovend, zoals ik al zei, en ik ga jullie met veel plezier blijven volgen. Dus voilà. Dankjewel. Ik wil jullie alsjeblieft hartelijk bedanken dat jullie de tijd namen. Allee, het is sowieso fijn om andere mensen te leren kennen. Komt er ook, Evita, dat misschien niet via uw website, maar dan misschien via de website van de politieke partij, dat we ook altijd mogen suggesties geven vanuit, maar uiteraard ook Marie, geef maar door aan Unizo. Mijn baas Jos is niet anders aan het doen dan aan het lobbyen met de stad Gent en met de andere niveaus ook. Dus geef daar zeker mee wat dat er speelt, want ik denk dat dat een beetje langs beide kanten is. Ik zeg ook vaak aan ondernemers van, ga zeker gaan kijken op die website van Flyo, want er zijn zoveel zaken, maar dat is niet altijd even bekend. Maar ik denk ook omgekeerd, voor de politiek is het niet altijd 100% duidelijk of niet altijd even duidelijk wat dat er speelt. Dus we kunnen maar mail sturen en dan is het aan jullie om te kijken inderdaad, als er veel terugkomen van een bepaald onderwerp, dat er daar toch iets op de agenda moet geplaatst worden. Misschien nog één ding. Ja? Iets dat we in het algemeen vaak op botsen, dat is misschien niet voor maanden, maar we verliezen daar toch wel veel tijd met telkens. Eender waar dat we moeten aankloppen als start-up, zij het voor een eerste werknemer, zij het voor bepaalde fiscale opstellingen, zij het voor eender wat, vallen wij vaak zo in de categorie, oei, daar hebben we precies nog geen standaard formule voor. Mm. En ja, ik heb de indruk dat heel veel organisaties, waaronder de overheid, dat misschien al bekeken heeft vanuit het oogpunt van bedrijven die al even bezig zijn en al gestructureerde dingen hebben en geschiedenis en dergelijke. Maar er is denk ik nog niet zo vaak vanuit het oogpunt van een start-up gekeken naar hoe in de overheid dingen kunnen aangepast worden. Terwijl dat er toch meer en meer studentenondernemers zijn, maar ook startende ondernemers, heel veel mensen. Het wordt nu ook door de overheid wel serieus gesubsidieerd, maar ook gewoon ondersteund voor dingen te gaan opstarten. Maar dan de overheid zelf is daar eigenlijk nog niet op voorbereid, dat ze zo zeggen. Misschien op een aantal dingen zeker wel, maar op heel wat zaken totaal niet. En dat is soms wel ambetant, omdat geen van beide partijen eigenlijk weet hoe het verder moet. En ja, dan staat je daar. Dus dat scenario hebben wij heel vaak voor. Dus mocht daar een keer vanuit het oogpunt van start-ups naar gekeken worden, misschien best met een aantal start-ups, ja, zeker doen. Want start-ups, en dat zijn beginnende bedrijven, en dat is hoe je in de economie terug op peil krijgt. Hè. Dus heel belangrijk lijkt me. Ik ga er misschien nog even op inpikken. Ja. Heb je daar een concreet voorbeeld van, Marie? Van... voelde dat er daar een verschil is tussen opnieuw België en hoe dat in andere landen wordt aangepakt? Naar de andere landen toe weet ik dat natuurlijk niet. Daar heb ik nog niet dingen gedaan. Ja. Maar er zijn zo'n heel kleine dingen om nu één concreet te geven. Ik weet dat ik met SD Works bijvoorbeeld, voor de eerste werknemer, moet je allemaal dingen gaan uitzoeken, hoe dat je allemaal doet. En er zijn toch heel wat zaken die... Ja, dat je niet weet, of van, maar we zijn nog maar zo lang bezig en dat is nu de eerste, maar die heeft nu dit en dat. Dat zijn dus van heel specifieke situaties dat start-ups heel vaak voor hebben. Maar ze hebben daar nooit echt een antwoord op. Dat is nu toevallig SD Works.
Dus uiteindelijk verwijzen ze wel door en lossen ze het op. Ze doen zeker hun job. Maar het is jammer dat dat dan niet standaard direct in zit. En van de overheid uit, is het een heel ander verhaal. Dus om daar toch een keer met het oogpunt van een start-up naartoe te gaan kijken, sowieso gaat wel aan dat organisaties misschien ook moderner moeten worden. Ben ik zeker mee akkoord. Die websites, hetzelfde verhaal met dat medische gedoe. Ik werd doorverwezen van de ene website naar de andere, allemaal van de overheid, tot uiteindelijk, echt 6 keer doorverwezen, tot uiteindelijk, deze link bestaat niet. En dan dacht ik, oké. En dan stopt het daar. Maar gewoon modernisering daar, maar ook vanuit start-ups, want dat zijn heel unieke situaties dat wij inzitten. Alleen nu toch nog, maar kijk daar een keer van uit, want dat zou het zoveel evidenter maken voor de start-ups om te beginnen. Super, ik ga dat zeker meenemen. En ook jouw suggestie om het dan effectief ook inderdaad met mensen die een start-up hebben te doen, hè, om daarmee rond de tafel te gaan zitten. En we doen dat ook wel regelmatig, dat we rond een bepaald thema mensen rond de tafel brengen, om dan bijvoorbeeld ons ideeën aan af te toetsen, echt in een soort van mini-conferentie. Dat is ook weer iets dat ik noteer als een goed idee. Om ook die reflex te hebben, als je dat in het Engels zegt, de boxjes afvinkt, dat je ook de start-up box, dat je ook denkt van en is dit iets dat nu ook wel hout snijdt om comfort te creëren voor beginnende ondernemers. Dus ik denk dat dat wel nog een extra dimensie is die ik ook zeker ga meenemen. En misschien vind ik u dat nog wel, hè, Marie, als we daar een initiatief nemen. Heel graag. Ja. Ik hoop van harte, je hebt heel veel notities genomen, ik vind dat heel fijn. En ik hoop echt waar dat je daar iets mee kunt doen en dat effectief een meerwaarde kan betekenen. Want uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en land. Dus we kunnen elkaar maar versterken, lijkt me. Ja. Oké, super. Mooie woorden om mee af te sluiten. Nog een keer dikke merci, Marie, Evita, voor jullie tijd. En ik zou zeggen, zet gerust vandaag nog Dag van de Ondernemer extra in de picture, zodat we tonen dat we er voor elkaar zijn en dat we de ondernemers dat we niet miskennen, wat dat zij allemaal doen qua werkgelegenheid, maar ook inderdaad dat sociale, dat ook belangrijk is, dat niet alleen een werknemer een burn-out kan hebben, maar ook een ondernemer hard moet knokken. Voilà. Super dikke merci. En ik zou zeggen, we blijven in contact met elkaar. Als we iets kunnen doen voor elkaar, dan wordt er gemaild of gebeld. Zeker. Ja. Oké. Okay. Ook zeer wel bedankt aan jou, bij Anne-Sophie en aan Unizo. En ook voor de organisatie vandaag, maar ook voor jullie werk altijd. Voor de samenwerking. En Marie, ook zeer wel bedankt. En ik denk dat we elkaar nog wel eens zullen tegenkomen of horen. Ja. Het was zeer interessant, heel fijn om je te leren kennen. Ja. Super, insgelijks. Oké, ça va. Tot goors. En ik stuur Marie, ik stuur jou dan de opname nog door. Hè? Heel fijn. Ça va. Oké, dat is goed. Bye bye. Salutjes, hè. Bye.